power. Hey, ik weet niet precies hoe dit werkt, maar volgens mij is de vlog nu aan. Hallo? Je doet al 9 jaar aan YouTube. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Enzo. Mijn naam is Milan Knol en dit is Enzo Knol. Je kijkt naar de vlog van Enzo Knol, maar ik moest hem even openen. Vandaag beginnen we weer op de Legend of Gaming set. En gaan wij mijn haar, denk ik, nu doen ofzo. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. Hallo, dit is een hair tutorial. Ik wou allemaal merken gaan noemen, maar dat is heel k***, allemaal merken. Oh, nice dit. Vandaag is Milan een punker. Oh. Dat is vet. Doe het zo en zo. Hoe gruwelijk is dit? Ja, dit is echt super tof. Ja, toch? Ja. Doe me denken aan die punktijd die ik heb gehad. Je emo-tijd, dat je zo'n zwarte haren kan, man. Wat ga je echt doen, Enzo? Ga je hetzelfde als jou doen? Ja, als ik geen YouTuber was, was ik kapper geworden. Kapster. Kapper, zeg ik. Hoezo maken jullie er kapster van? Ik zeg kapper. Weet niet. Ja, ik weet niet. Ik vind vissen ook leuk. Karper had ook gekund. Daar is de deur in! Hoezo? Nodig hem met z'n ding. Wild, hè? Oh, ik voel me zo wild. Je hebt gisteren een wild feestje gehad. Ja. Kijk, dat zie je aan jouw haar. Zo verkopen. Oh! Nu heb je je vinger in een stopcontact gedaan. Dat kunnen we ook wel even doen. Als je je vinger in een stopcontact stopt, dan krijg je dit. Waarom is het grappig? Ziet de fotograaf, vindt het ook grappig. Jongen, ik hoor ineens zo. De zee is er zeg maar zo doorheen gegaan. Oh ja. Scheiding in het midden. Daar is een soort van. Ken je die professor met dat haar? Maar ik dacht dat dit een hair tutorial was. Dit is meer een. Ik zet je even voor schut. Ja, dit zijn verschillende looks die ik jullie meegeef. Snap je? Oh ja, hoe noemen ze deze? Deze noemen ze de professor. De strak naar achter look. De strak naar achter look. Oh, dat moet je even goed je hoofd naar voren duwen. Oh mijn god. Dit is de. Ik ging 300 km per uur over de snelweg en ik hing mijn haar uit het hoofd. Mijn hoofd uit het raam. Oh man, je trekt mijn hoofd uit mee. Kijk. Oh ja, ik ging maar heel hard. En als we hem dan hier zoiets omhoog doen, dan is het Johnny Bravo. Dit is Goku. Ja, dit is Goku. Dit is Dragon Ball Z, man. Wow, kijk, check dit. Zeg nu eens Kamehameha. Kamehameha. En dan naar voren kijken. Kamehameha. Ja, lijpe shit. Oh, lijpe shit. Kamehameha. Oké, en nu komt de goede look. Let's go! Wow, looking good, bro. Thanks, bro. En de eerste opname heb ik nu met Milan. En ik heb geen idee wat ons te wachten staat. Ik heb er helemaal geen zin in. Oh nee, het is een verrassing. Oh jezus. Milan houdt niet zoveel van verrassingen. Nee. Ik wel hoor. Ik hou heel erg van verrassingen. Kijk, we lopen hier de studio binnen. Het ziet er weer super cool uit. Met allemaal vette lichten. Hier het logo. En dan hier zo hebben wij iets mysterieus. Ik zie het al. Het is een paard. Het is een paard? Knol. Het is een paard? Denk jij dat er een paard onder zit? Ja, het is een paard. Oké. Okay. Wat denken jullie dat hieronder zit? Laat het weten. Denken jullie dat Milan gelijk heeft? Stem dan even hier zo. Heeft Milan gelijk? Ja of nee? Ik mag jullie nog niet laten zien wat ik heb gedaan samen met Milan. Het was heel erg tof. Jullie kunnen het wel binnenkort zien op het kanaal van Legends of Gaming. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Jeremy, hoe ga jij in de competitie? Heel goed. Want het is zo dat Jeremy heeft het eerste seizoen gewonnen van Legends of Gaming. Voormalig wereldkampioen Legends of Gaming. Ja. En dit is het tweede seizoen. En op zich ga ik wel heel erg lekker hoor. Ik ben wel heel erg blij met de resultaten. Ja, ja. Ben je er blij mee? Ja, zeker weten. Maar ik ga jullie nu een tutorial geven over hoe je lui naar de wc kan. Kijk, ik hoef helemaal niet te lopen. Ik heb het al gedaan. Dit is gewoon lui plassen, oké? Okay? Dit is de tutorial. Je staat op zo'n ding. Je gaat letterlijk zo naar het toilet. We kunnen ook wel achteruit zo. Hoppakee, en dan ga je zo. But. Pakken we even een wc'tje hier zo. En dan hop. Dit is dus hoe het niet moet. Je komt binnen. En klaar. Kom. Hoe moet je nou maar met zeg even hoi tegen de vlog. Hoi vlog. Ja maar. Leg van mijn haar af.
Waarom is je nek zo rood? Dat heb ik niet. Wat is omdat Link net met zijn f***ing klauwen in mijn nek is gegaan. Arme jongen. Zeg maar, doe je tegen de vlog. Doe je vlog. Jouw naam was Astrid, toch? Astrid. Nee, grapje. Leonie. Ja, Leonie. Ja, Leonie. Zie je, ik heb een naam onthouden. Ja, mijn slechtste eigenschap is naam onthouden. Heb jij een slechte eigenschap? Ja, helemaal. Oh, te veel om op te noemen. Ja. Link, hey. Jij kan een goocheltruc, daar kan Hans Klok nog wat van leren. Ja, ik hou van goocheltrucjes, weet je. Want ik kan gewoon dingen laten... Even overnieuw, zijn voorbereiding was niet helemaal gelukt. Ja, ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor? Ik ben Hans Kazan. Laat maar zien hoor. Oeh! Oh. Wow. Wow, ik doe de tafel omhoog. Oeh. Wow. Damn. Dankjewel. Damn. Wat vond je ervan, Pascal? Wow, 10 out of 10. Ik geen woorden voor. Zakeloos. Snap ik wel. Jeetje. Harmen, wat vind jij ervan? Hey. Er is eventjes een rustmomentje. De kamer hiernaast staat helemaal vol met eten. En ik heb daar het allerlekste tussenuit gevist. Kijk maar eens eventjes. Oh, een lekker bolletje kroket. Echt heel erg lekker, dat gaat er wel even in. Krijg ik weer nieuwe energie van. En straks is het weer tijd voor nieuwe opnames. Ja, zo gaat het de hele dag door. En dat wordt heel erg leuk. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is vandaag heel erg mooi weer buiten. Ik krijg niks van te zien, want ik ben de hele dag binnen aan het opnemen. nee, maar het is echt heel erg leuk. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En het gaat gewoon goed. En als het goed gaat, dan is het gewoon relaxed. Dus nu heel eventjes pauze en dan daarna weer knallen. We gaan vandaag wat leuks doen. We gaan vanavond de koeien melken. Hij altijd met zijn boerenaccent, dat ken jij niet. Wat als jij erbij bent, hè? Ja, leg je er nou bij neer, dat ken jij niet. Wat is dit? Als de boer niet kende, één niet, hè? Nee. Dit is een sneeuwvlokje, tingelingeling. We zitten helemaal in de kerst weer. Kijk eens eventjes hoe gezellig het is. Ja hoor. Ik heb er zin in, ik voel me goed. Toch is het koud. Doe normaal! Hey Milan, shout out naar jou. Milan zei, doe normaal. We moesten het namelijk nog enthousiaster en vrolijker zijn. Hey, het is kerst! Ik heb er zin in! Het is ook gewoon oprecht koud. Ja, het is best wel pissig. Het is koud, ja. Is maar we zitten de hele dag binnen. Maar goed. In ieder geval, ik heb zin in de opname. Jullie ook? Jawel. Ja, zeker. Wat is dit nou weer? Als de boer de kende eet hij het. Oké, we gaan maar opnemen. Als de appel 2 sloten ver is, is de koe niet in de weiland. Precies. Onthoud dat maar goed. Ja. Goeie levensles. Ik weet nog niet hoe ik eruit zie. En als ik mijn schermpje omklap, nu weet ik het wel. Oh, daarom lacht iedereen als ik hem aankijk. Oh. Ik heb een matje. Hij heeft een matje in zijn nek. Niks mis mee. Zeker niks mis met een matje. Hey! Op een domme! Hey, kagel, een rendier! Een rotje, een rendier, rendier! Zijn. Je bent een rendier, Kert. Eén pot na. Verdomme, dicht uit de gezeur. Wat is dit, Jeremy? Wat gebeurt hier? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Hebben jullie je goed gedragen dit jaar? Dat vraagt Sinterklaas, de kerstman toch niet? Wat, wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Een dikke buik. Ben ik nou de kerstman of ben ik nou Sinterklaas? Je bent een beetje bleekjes. Ben ik bleek? Ja. Hey. Ho, ho, ho. Wit. Ho, ho, ho. Wat niet staat, dat zit. Oké, dit is echt heel raar, mensen. Dit is echt heel raar. We zijn echt iets superleuks aan het doen hier zo. Kijk maar. Ik bedoel, wie vindt dit nou niet leuk? Ik weet niet wat dit is. Het is een vlinder. Het is een vlinder. Het moet een vlinder worden. Ik zie hier eerder iets anders in dan een vlinder. Maar goed, oordeel zelf maar. Kijk, ik heb een piemel. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Let op, hè. Oh, Joost lang nou, hè? Hij zegt Joost! Wee, Joost, zag je hoe lang en groot hij was? Dat was echt niet normaal. Ah! Jongens, ben je nog geconcentreerd? Ben elke keer dat je het tegenkomt bij zo'n bak. Mijn oor! Echt pijn en zo. Ik wil het nooit meer doen. Oei, joh, die knal was echt heel hard. Maar even serieus, als je dit kan, jongen, dat is echt knap. Kijk. En Link kan het. Een slak, nu is het een slak geworden. Ja. Hoi mensen.
ik zei het toch, je maakt een vlak. Hoe wilde jij ooit een vlinder maken? Nou kijk, er is wel een vleugel zo. En dan aan de andere kant ook? Ja, aan de andere kant ook. En dan kan hij zo flappen. Alleen, ik weet niet wat deze twee dingen los hiervan zijn. Maar die kreeg ik niet weg. Wacht, ik heb een idee. Hé. Dat is één. Hé, het werkt! Het lukt hem ook nog. Hoe blijft het zitten? Ik weet het niet. We gaan door met onze vlinder. Dit is leuk, hè, Harm? Ja, dit is top. Kijk, weet je wat ik kan maken? Nou. Een knakworst. Dat is het dan meteen. Lekker pik. Maak een slang en zo. Ik heb een zwaard. Kijk, Angarde. Ik heb gewoon een zwaard gemaakt, jongens. Zien jullie dat? Hier hou je hem vast. Kijk. Hier, Harm, een lekker worstje. Ik val. Worstje. Even serieus, kan jij dit? Ik heb nog nooit gedaan. Nee, dus je gaat nu voor de eerste keer ballon vouwen. Ja, ik weet niet hoe ik hem moet de knopen in doen. Angarde dan, angarde. Enzo, ik kan het cool maken. Enzo. Wat moet ik gaan maken, jongens? Knolpower logo. Give me a second. Nee, wat denk jij dat je kan maken? Want ik ging voor het getal 8 en ik maakte een zwaard. Oh, weet je nog dat als je een klein kind was, dan had je een verjaardag, dan kregen sommigen zo'n hoed op hun hoofd. Oh, dit is een hoed, zet hem op. Moet ik een hoed maken? Ja, ik heb een hoed. Nee, maar ik maak een combi. Zo. Ik kan draaien, toch? Ja, dat kan draaien. Ik heb twee keer ziet, met harde verliezen. Ja. Ik draai gewoon compleet. Ja, ik zet even een drinkje. Even kijken hoor. Dit gaat mooi worden, Enzo. Let maar op. Kijk, knakworstjes voor deze. En dan. Ik denk echt dat die gaat knappen. Bijna klaar hoor, wacht even. Give me a second. Hij is zo gefocust, helemaal geconcentreerd. Wat voor hoed is dit? Oh! Ja, nee, hij is nog. Had je niet verwacht, hè? Je moet hem iets strakker doen. Ik heb echt een dikke kop, dus wacht, doe hem even op. Is toch mooi? Koop hem nu op knolpouwen.nl. Yeah. Steen? Dat is een steen. Een steen! Stomme steen. Wat is, wat is je nou aan het doen? Wat is je nou aan het doen? Hij gaat er nooit vanaf. Okay, check dit, Harm. Gaan we mee naar de studio? We moeten naar de studio. Kom, we gaan. Ik hou heel erg van dilemma-vragen. En ik heb een hele goede dilemma-vraag voor Harm. Harm, dit is een dilemma voor jou. Ja. Leef jij de rest van je leven met 2 tepelpiercings? Of leef jij je hele leven... Of word jij je hele leven aangesproken met de naam Pascal? Waar kan ik ze laten zetten? Tel het me! Waarom? Oké, okay, zal ik het aan Pascal vragen? Word jij je hele leven aangesproken met de naam Pascal? Of heb jij liever je balzak op je voorhoofd? Doe maar die balzak op mijn voorhoofd. Oké, sorry voor iedereen die Pascal heet, maar ja. Dit is YouTube. Dat is heel raar. Zo. Milo maakte een grap, iedereen had al gelachen. Leonie dacht van, oh, ik vind het ook grappig, lach ook nog even. Oké, okay, dit is goede kwaliteit, videokwaliteit voor YouTube. Dat dus. Nee, kijk, dit gaat er dus allemaal uiteindelijk weer van je gezicht af. Wat er eerst is opgesmeerd. Dat hebben we niet nodig voor onze. Normaal zit dit achter in mijn anus als ik een pintje haal. Maar nou, zit het op mijn kop. Ja, dat is echt heel raar. Ik weet niet waar stront eruit ziet, maar dan die kleur heb ik niet hoor. Nee, gewoon bruin hoor. Het is gewoon bruin toch? Hoe heb je het volgehouden de hele dag met al die mannen? Oh prima, dat ging helemaal goed. Oké. Okay. Bijzonder. Wat vind je het leuker trouwens, een man opmaken of een vrouw? Een vrouw. Want? Ja, daar heb je veel meer te doen. Ja, vrouwen ben je veel langer mee bezig. Eyeliner en al die precies, rommel. Precies, lippie. Ja. Ik wil mijn lip ook wel hoor. Ja. Heb je niet, maar... Oké, okay, ik ben bijna schoon. Zal ik nu mijn kont opvegen?
ik echt helemaal schoon. Ik ben deze gewoon bezig met het hey. Wat een finale. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik moet heel even oppassen met wat ik wel en niet zeg. Want de finale is zojuist geweest. Alleen die komt pas later, zeg maar, online. Dus die wordt later bekendgemaakt. Dus ik mag er nog helemaal niks over zeggen. Ik wil ook niks weggeven aan jullie, want het is zo rete spannend. Dus nou, in ieder geval, wie van jullie denkt dat heeft gewonnen? Laat het weten in de reacties. Wordt pas over iets van 2 maanden bekendgemaakt. Er komen nog heel veel video's online die we hebben opgenomen. Dus dat wordt ontzettend leuk. Heel veel mensen gaan hier eten, maar ik ga naar huis, want Lieve D heeft eten voor me klaargemaakt. Tenminste, was dat nou zo? Volgens mij wel. Dus dat hoop ik. Laten we maar even checken. Oh, ik ben serieus echt oprecht vergeten om het eten te filmen. Maar het was nasi, samen met wat kroephoek en pindasaus. En dat was verrukkelijk. Oh, jezus, niet normaal. Ik heb echt heel snel gegeten omdat ik zoveel trek had. Omdat het dus alweer laat is geworden, want ik moest ook nog van Amsterdam naar Utrecht rijden. En dit was het dan voor vandaag. Ik ben gesloopt na de dag van gisteren en dan nog vandaag. Ik vond het wel heel erg tof. We hebben een hele leuke dag gehad. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen als je het tof vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En morgen ga ik weer vroeg opstaan. Ja, drukke dagen. En dan ga ik ook weer iets heel erg leuks doen. Dus hopelijk zijn jullie er dan bij. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power.